Ja. Ah. We zijn met de vrijwilligers van het paviljoen, het Natuurhuis Almelo, zijn we hier bezig vandaag om een mooie beschoeiing aan te leggen. We zijn dus op die manier bezig met bouwen voor en aan de natuur. En dan kun je de volgende bosboom afdoen. Ja, gaan we weer. Ik ga de tweede boom laten zitten, jongen. Ja, kijk. Deze beschoeiing is noodzakelijk om de Almeloze A, vroeger de Hagen, te versmallen. Het moet versmald worden omdat we de waterstroom willen versnellen. De waterstroom is te langzaam, we willen het versnellen. Dat kunnen we doen met een zekere versmalling, met deze natuurlijke materialen. Daarbij hebben we een stuk zogenaamde landaanwinning gekregen aan de rechterzijde van mij, waardoor er in de toekomst een olmenbos gaat ontstaan. Lo is een open plek in het bos. Dus Almelo is afkomstig van een open plek in het bos en Alm is eigenlijk Olm. En dat is verbasterd tot Almelo. En daar komt een soort knuppelpad doorheen, voor kinderen een uitdagende zoektocht, zeg maar, een wandeltocht. We willen hier duidelijk de historie weer terugbrengen en in feite de Almeloze A, vroeger de Hagen, een soort stadsriviertje weer terugbrengen naar het centrum toe. En we hebben hier straks ook nog een strandje aangelegd. En het strand is ervoor om daar waar kanoers hier sportief door Almelo kanoen, om daar een soort aanlegplek te verkrijgen. We zijn duidelijk een paar stappen aan het maken. De staalconstructie van het paviljoen is opgetrokken. We hebben een stuk grond van Sint-Josef in beheer gekregen. De beplanting daarvoor, voor een groot deel van het park, is deze week ook aangeleverd. Waardoor we de komende tijd mooie wolkenhagen gaan planten tussen onze buurman Zorg Accent en het park. Daarvoor gaan we volgende week zaterdag weer aan de slag. Het Spiegel!